Yo beste kijkers van Danaden, welkom terug op mijn kanaal, welkom terug in... Wow, check die kabel. Holy shit. Welkom terug in Fallout 4. En we spelen natuurlijk Far Harbor, de Far Harbor expansion, maar we zijn nu allereerst aan het begin van deze video eventjes in de Commonwealth. Als jullie goed nadenken, zouden jullie moeten weten waarom we dit doen. Ik heb namelijk in de vorige aflevering echt het bericht gekregen dat als ik Northaken Beach nu niet snel zou gaan helpen, dat ze uit de Minutemen facties zouden wegstappen en dat ik deze hele settlement zou kwijtraken. Aangezien deze settlement alleen bestond uit dit huisje en voor de rest helemaal niks was, alleen 3 kroppen sla en 3 settlers en 3 bedden, hadden ze een happiness van 19, volgens mij zelfs 16. En ze vonden het echt fucking kut, ze hadden geen eten, tenminste heel weinig, een beetje water en het was gewoon kloot, ze hadden geen elektriciteit. En voor de rest helemaal niks te doen. Ze hadden niet eens beveiliging. Nou, dat heb ik even snel opgelost. Dit is mijn Northaken Beach op het moment. Ik heb de tuin uitgebreid. Ik zal straks een korte tour doen. Ik heb daarachter nog een huisje neergezet met lekker veel vuurtjes, lantaarntjes en bedden. Daarnaast heb ik ook power aangelegd. Een recruitment beacon, zodat de nieuwe settlers hier naartoe kunnen komen. En daar heb ik nog... Vooral omdat de brug heel belangrijk is, daar komen veel enemies overheen, heb ik een pittig dikke beveiliging neergezet met een missile turret. En daar is ook een raider kamp, dus misschien kan ik hier binnenkort ook nog een missile turret gaan plaatsen. Maar nu staan er allemaal heavy turrets op een rijtje. Doen ze gewoon goed hun best, zijn ze aan het defenden en hebben we nu een stat overzicht van 4 mensen. Ze hebben genoeg eten zoals je ziet, genoeg water, genoeg power. Ze hebben een defense van bijna 100, wat echt perfect is. 7 bedden, dus er kunnen in totaal 7 settlers hier zijn. Nu zijn er 4, als er 7 zijn, dan zet ik de recruitment beacon op offline. Zodat het niet overvol raakt hier en de happiness is langzamerhand omhoog aan het gaan. Het wordt tijd voor een tour, ik zal het jullie kort laten zien. Langs de hele grens van de settlement heb ik dus heavy turrets gezet. Op het moment dat het donker is, heeft dit echt een heel vet sfeertje. Ik zal het ook nog wel eventjes laten zien in het donker zometeen. Hier staat dus een heavy turret, hier is nog extra beveiliging en hier is de heavy missile turret. Oftewel, die schiet rockets zodra er echt gevaar is, zodra er gevaar vanuit dat stadje komt, zodra ze de brug overkomen, dan staat er hier een heavy missile turret. Mocht die de klappen niet opvangen, dan doet die dat wel. Maar vervolgens heb ik dat zo op deze manier aangelegd. Ik heb hier een steiger geplaatst. Het ziet er echt fucking sick uit, al zeg ik het zelf. Gewoon realistisch en daar hou ik van. Trappetje neergezet, 2 generators en een lantaarntje. Vervolgens de bekabeling op deze manier aangesloten, dat het om de rots heen gaat, nog wat lantaarns en naar de missile turret, want die heeft als enige echt stroom nodig. Dan hebben we nog dit hele gebied beschikbaar. Dit is allemaal Northaken Beach. Als je de settlement erbij pakt, zie je dat dit allemaal de grens is. Dit hoort er nog allemaal bij. Hier is een vissershuisje geplaatst met nog wat extra details en bedden. En hier begint dan de grens weer. Hier staat een turret. Hier is zo'n ding waar een settler gewoon op kan lopen om de shit te beveiligen. Dus dat is ook cool. En hier is ook de grens. Heavy turret. Barricade. En nog een heavy turret. Dus we hebben nu het rondje gemaakt en ik zal jullie de uitgebreide tuin laten zien nu. Ik heb daar mais geplaatst, daar zijn de settlers gewoon goed hard bezig, zodat er extra eten is. En ik heb het nice en cozy gemaakt met lantaarns. Het ziet er in de avond echt super leuk uit. Just so you know, I'm keeping my eye on you. Gast, ik heb alles hier voor je gefixt, hou van je bek man. Lantaarntjes, hekjes uitgebreid, de hekjes staan er nu op deze manier omheen. Er is dus eten, nog wat extra details en water. Ik heb een radiootje geplaatst, dan werken ze niet in alle stilte. Hier kan je dan eten maken. Ik heb hier nog wat extra details geplaatst, zie je? Daar kunnen ze allemaal huiden overheen leggen en stukken leer. Het huisje ziet er zo uit. Hier is nog een hengeltje die Dogmeat eventjes kaart tegenaan rent. Tafeltjes met lantaarns. Hun bedden met schilderijtjes. En koele lampjes heb ik opgehangen. Dat was er allemaal niet, dus ze hadden geen verlichting. Dan hier de generator die naar de radio beacon gaat en de generator die vervolgens van dit signaal naar de waterpomp gaat. Deze pompt water vanuit de grond en heeft daarom stroom nodig. Dit is een nieuwe waterpomp die is toegevoegd sinds de DLC, dus die heb ik hier geplaatst.
En vervolgens heb ik overal kampvuurtjes geplaatst. Vind ik er wel leuk uitzien, zeker in de nacht. En hebben ze hier nog het vissershuisje met de overige 4 bedden, kaarsen en een radio. Met nog wat visser details eromheen. Zie, het lijkt bijna op The Witcher. Dit heb ik allemaal zelf geplaatst wat je hier ziet. Het geeft gewoon wat extra realistische sfeer dat het echt een vissersdorpje is aan het water. Nou, ik zal jullie nu laten zien hoe het er dan vervolgens in de nacht uitziet. Alright, ik ben goed uitgerust. Het is nu 22:30 s'avonds. Dit is dus de sfeer in de avond. Wat ik er zelf fucking cool uit vind zien. De settlers lopen ook door het hele gebied gewoon rond. Er zijn overal vuurkorven en ze hebben dus een redelijk overzicht van wat ze allemaal moeten defenden. Overal dus kampvuurtjes wat er cool uitziet. Lampjes opgehangen, de kaarsen branden cool in de avond en de radio staat klaar. Hier staan ook nog wat lantaarns omheen mocht je om het huisje heen willen lopen. Dan heb ik nog eigenlijk lantaarns neergezet bij elke guardpost waar ze stilstaan. En kampvuurtjes zijn hier ook. Zie je, dus dit ziet er allemaal leuk uit in de avond. Het huisje ziet er ook awesome uit. Zie je, lampies. Met schilderijtjes. Dus echt alle rommel is opgeruimd. Nordhaken Beach ziet er nu gewoon goed verzorgd uit. Hun tuin ziet er zo uit. Ze kunnen zelfs in de avond doorwerken met een radiootje. En genoeg licht. En dan vervolgens, als we langs dit hele gebied rennen, dan zie je hier de vuurkorven. De beveiliging en de lantaarntjes. En is Nordhaken Beach nu gewoon een plek waar je je niet meer sip en eenzaam hoeft te voelen. Het is nu gewoon gezellig. En we kunnen nieuwe settlers verwelkomen hier. Nu nog steeds 4. Nou ja, laten we hopen dat er binnenkort meer zijn. Het wordt tijd voor een Far Harbor story mission. We hebben namelijk alle memories verzameld in de vorige aflevering. Dat hebben jullie kunnen zien door die soort Minecraft-achtige puzzels. En het wordt tijd dat we Dima gaan confronteren. Dus let's go, jongens. Yo, beste kijkers van mijn kanaal, welkom terug bij natuurlijk deze part. Ik heb er een kleine knip in gedaan aangezien ik avond ging eten. We staan nu samen met Dogmeat in de hideout van de Children of Adam, oftewel de Nucleus of zo. Zo heet het volgens mij, kijk maar. De Nucleus of de Nucleus, ik weet het eigenlijk niet, maakt ook niet uit. Boeit geen flikker. Wat we vandaag gaan doen is natuurlijk die questline die ik voordat ik ging eten heb geïntroduceerd. Oh, please. Oh, hou zo van je bek, keep man. Keep the faith. Must continue. Lekkere haartjes. Nice. Heel mooi. Wie wil dat kapsel? Ik kan dat wel. Maar goed, het plan is dus om de questline die ik heb geïntroduceerd net voordat ik stopte, zeg maar voor de knip, dat we naar de Nucleus gingen. Daarin gaan we, als het goed is, dingetjes van de bodem halen van de zee. Heeft niet echt veel te maken met de storyline, maar dat gaan we natuurlijk wel oppakken. We gaan met die memories die we hebben gekregen van Dima, gaan we Far Harbor zien te redden. Dus dan gaan we de Nucleus kapot maken. Maar omdat we het kapot gaan maken, kan ik er daarna niet meer naar terugkeren. Dus ik ga allereerst een heel zeldzaam wapen kopen bij Defender. Het lijkt op het wapen wat ik vast heb, alleen het is nog beter. We gaan eerst het wapen kopen bij Defender, zodat ik hier nooit meer hoef terug te keren. Want even serieus, ik haat de fucking Children of Adam. Wait, you're the one they're saying saw the mother. Good omen. You looking for weapons, ammo, plenty of gamma rounds. Let's see what you have. Arsenal of Adam at your fingertips. Kijk, het gaat dus om. Laat ik allereerst die ook maar gewoon meenemen. Zo ja. Die neem ik ook mee. Het kost pittig wat caps, maar die caps gebruik je toch bijna nooit. Dus ik vind het eigenlijk wel prima. Het gaat om voornamelijk. Oh, harpoen neem ik ook al mee. Het wapen. En dan gaat het om deze. Dit is hem. Het is dus eigenlijk het wapen dat ik vast heb. Het heet een Radium Rifle. Alleen,
is het dus precies dezelfde legendary stats als de Spray and Pray. En dat is dus bullets explode on impact doing 15 points area effect damage. En zodra we deze dus tot perfectie gaan modden en er dus extra attachments op gooien en die gaan aanpassen, wordt dit een achterlijk sterk wapen. Zeker in combinatie met goede perks is dit een beast. Dus we gaan hem kopen, want hij kost maar, eens kijken, ja, hij kost maar 600 caps. Hoe kan het ook? Het is echt ongelooflijk. Dus we gaan dit allemaal kopen. Yep. We hebben eens een keertje veel caps uitgegeven, snap ik. Kunnen we nu de caps terughalen? Dat zou awesome zijn. Nee, zo werkt het niet helaas. Maar goed, we hebben de caps nu. Wat we nu gaan doen is met het wapen wat we zojuist hebben aangeschaft, die gaan we tot perfectie modden. Dus we gaan de beste attachments erop zetten en daarna gaan we daadwerkelijk beginnen aan die questline. Dus ik hoop dat jullie allemaal zin in hebben en het ook redelijk informatief was en dit ook een tip was voor mensen die het nog niet wisten. Haal dit wapen uit de nucleus voordat je hem opblaast. En ik ga dus nu eventjes dit wapen modden en er dan nog deze aflevering mee spelen. Oké, jongens, ik ben aangekomen bij mijn settlement op Far Harbor. Ik kan het even kort laten zien op de map. Het is gewoon Echo Lake Lumber, die we ooit op een dag hebben gecleared voor Small Bertha. En wat ik benieuwd ben of het mogelijk is, is om deze unassigned settlers een supply line te geven met de Commonwealth. Dan geef ik hem dus een supply line met settlements die wel heel veel materials hebben, zodat ik het hier een beetje nice en cozy kan gaan maken. En ik zie al meteen dat het werkt. Het werkt, dus we gaan een supply line geven met Outpost Simonia. Wat dus betekent, zij gaat nu samen met een koe, je ziet ook dat tekentje dat zij dus nu een settler is die heen en weer loopt als supply line. Zij gaat samen met een Brahmin tussen beide settlements heen en weer lopen, zodat je eigenlijk bij allebei de settlements gebruik kan maken van de materials die je in bezit hebt. En dit is awesome. Every day, another harbourman leaves the island. Want dat betekent dat ik dus nu een weapons workbench hier kan neerzetten. Ik kan er eigenlijk gewoon gezellig voor ze maken, maar ik ga even wat kleine aanpassingen doen. Want ik heb nu niet echt tijd om het heel gezellig te maken. Het enige waar het namelijk om gaat is dat ik het wapen wil modden. Kun je dat nog herinneren? Dus ja, dit is hoe het er een beetje uitziet hier. Ik kan het echt vet leuk maken. Ik heb dit hele gebied helemaal tot aan de kust. Dus we kunnen het hier echt awesome maken. Maar ik ga eventjes een weapons workbench neerzetten. En de plek waar me dat wel tof lijkt is denk ik gewoon hier. Ja. Eens kijken bij crafting. Chemistry, armor... Cooking, power armor, nope. Gewoon weapons. Gewoon een doodnormale weapons workbench. Zo, en ja. Ja, is toch cool? Nou, ik vind het mooi. Wat betekent dat als we ermee akkoord gaan en ik... dit is hem dus. Ja, ik kan er van alles op zetten. We gaan hem helemaal awesome maken. In plaats van een standard receiver die dus gewoon doodnormale bullets zou schieten, gaan we er nu een full automatic receiver op zetten. Want een powerful automatic receiver. Superior rate of fire. Ja, dit is echt awesome. Fire rate. We gaan even kijken naar de hoogste fire rate. 113 fire rate. Nou, dat is awesome. Dus die knallen we erop. Op de long barrel knallen we die. Die zetten we erop. Grote magazine. Ik wil een reflex sight erop. En een muscle break. Hierbij maakt het eigenlijk niet uit welke je hebt. Het is puur op eigen keus. Value gaat omhoog bij suppressor. Plus je bent natuurlijk stealth in een stealth modus, in een sneak attack. Maar omdat die zo full automatic is, boeit het me eigenlijk geen flikker. En knal ik er gewoon extra firepower op. En dat doe ik dus op deze manier.
Nou, wat we dus nu hebben is een wapen die per kogel 53 damage doet. Dan doet hij ook nog per kogel die 15 punten extra explosive damage. Plus 50 radiation damage. Plus alle perks die je zelf hebt ingesteld. Moet je denken aan Bloody Mess of Commando heet het geloof ik. Of Commander. Dat je meer damage doet met full automatic wapens. En dan zitten er ook nog wat andere perks bij. Ga zo maar door. Dit is een achterlijk sterke versie van de Spray and Pray. En daar gaan we dus nu mee aan de slag. Dus wat ik ga doen is... ik weet niet hoeveel weight ik eigenlijk nu bij me heb. Hoeveel carry weight. 450 van 480. Dit is ook een prachtig wapen trouwens. 235. En dan ook nog met een silencer en een sneak attack. Die is prachtig, maar dat is hem niet. Degene die we nu gaan instellen is deze inderdaad. Heel mooi wapen. Ik heb hem echt awesome gemaakt. En we gaan daarmee aan de slag. Eens kijken. We gaan hem vervangen voor de Spray and Pray. Of de Wrecked Mate. Ja, ik twijfel een beetje. We doen wel de Spray and Pray, want de Wrecked Mate heeft eigenlijk andere statistics. Dus dat is ook wel cool. Wat we dan gaan doen is de Spray and Pray geven aan Dogmeat. Hey. Nou, moet ik ze alleen niet door elkaar heen halen. We kunnen hem natuurlijk even renamen. En dan noem ik hem wel... Eens kijken... Spray. Een Pray 2.0. Zo gaan we hem noemen. 2.0. Fucking cool. En Wrecked Mate, die noemen we wel gewoon even een serieuze naam dit keer. Gewoon Radium Rifle. Modded. Helemaal mooi. Exit Station. Oké, we zijn eigenlijk helemaal ready voor. Ready to go. Het wapen wat we vast hebben is de Spray and Pray 2.0. Zo heb ik hem dus gewoon benoemd. Dit is de Spray and Pray Fun. Far Harbor, zo kan je het zien. Let op de damage. Man, man, man. Full automatic, plus explosive damage, plus achterlijk veel extra perks die je erbij instelt. Waardoor je dus zoveel damage doet. Ja, ik vind het gewoon een heel mooi wapen. We gaan hiermee aan de slag in deze aflevering. Ik heb er alleen maar heel erg veel zin in, dus ga met me mee op avontuur. Let's go. Nice, die is al neer. En die ook. Dit wapen speelt echt verdomd lekker. Oké, jongens, het gaat dus voornamelijk om... dat is wat we eerst gaan doen, hè, voordat we de memories van Dima gaan doen. Dus we gaan op de map kijken. De plek waar ik heen moet zwemmen is daar en daar. Eens kijken. De Wind Farm Kill Switch Code. Nee, daar heb ik geen zin in. Ja, hier moeten we dus heen. Dus het is niet... Die markering, dit is voor de missie van Dima met de verkeerde uitkomst. Op die manier ga ik de Children of Adam redden. Het gaat om deze plek. Hier staan we dan. Crazy, right? We zijn nu wel te zwaar, maar dat maakt me even geen flikker uit. Al is het misschien wel heel onhandig, dus ik hoop dat Dogmeat ook even in de buurt is. En juist nu is Dogmeat er niet. Dogmeat, waar de fuck ben je? Eens kijken, wat is dit voor rare chestpiece? Het heeft ook allemaal veel te veel weight. Dit wil ik toch niet meenemen eigenlijk. Ik kan echt niet wachten op mod support voor PS4. Wat er dan eindelijk voor zorgt dat we een beetje helder water hebben. Want dit is toch niet te doen, man. Jezus. Dit is gewoon een power armor, maar dan een normale menselijke armor. Dus een power armor voor aan je lichaam.
Oké, jongens, ik ben vanaf een punt weer gefast-traveled. En vanaf dat punt gewoon weer gaan zwemmen. Die XP kreeg ik omdat ik een enemy zojuist half heb gekild. We pakken de laatste gedeeltes op van deze armor. En dan zal ik hem in ieder geval showcasen. Kijken wat het geeft, wat het opbrengt. Maar ik zal het niet aantrekken. Ik, heel gek misschien, maar ik hou hier gewoon niet van. Dit is niet mijn type armor die ik zou aantrekken. Dus vandaar dat ik het ook gewoon skip. Het gaat nu om de armen. Oké. Oké, jongens. Even een korte showcase. De wapens en de... Of tenminste, ik zeg steeds de wapens. De armor die we deze part hebben vrijgespeeld. Dat waren er twee. Twee soorten. Met eentje ben ik best wel blij. De andere zal ik nooit van me langs als ze leven dragen. Zo ben ik nou eenmaal. Ik hou er niet van. Maar ik zal ze wel even aantrekken om in ieder geval te showcasen wat het precies is. Nou, daar is mijn showcase hoor. Je ziet het, ik heb er helemaal geen outfit onder. Alleen een armor. Dus, dit is de hele armor. Ik sta ook op mijn blote voet, het ziet er een beetje weird uit. Het is eigenlijk een soort power armor op je normale lichaam. En het heet de Assault Marine Armor. Dus doen we er iets onder. Bijvoorbeeld wat we daadwerkelijk hebben gekregen. Deze, de Marine Wetsuit. Dat kan eronder, zoals jullie zien. En dan ziet het er dus zo uit. En dan hebben we ook echt schoenen aan. Het is episch, maar dit is gewoon niet mijn speelstijl. Ik bedoel, we zijn niet in de Brotherhood of Steel op het moment. We zijn ook niet in zoveel moeilijkheden dat we dit soort armors moeten dragen. Nee, ik draag gewoon mijn normale kloffie, hoe ik het in het echt ook zou dragen als er een nucleaire oorlog uitbreekt. Mijn normale kloffie met daar armor overheen aan. Dus het ziet er vet uit, we hebben het in ieder geval vrijgespeeld. Maar ik zal dit nooit dragen en dus gewoon in mijn kist stoppen. Het voelt eigenlijk heel erg assassin-achtig. Het hoofd ziet er echt veel te lijp uit. Ik lijk net een fucking Power Ranger. Maar wat echt heel cool is, tenminste dat vind ik, is dit is een van de meest awesome outfits die we zojuist hebben vrijgespeeld. Om daar vervolgens mijn zwarte leren armen overheen te dragen. Ik droeg natuurlijk de Vault 88 suit, omdat ik de overseer ben van Vault 88 in de DLC Vault Tech Workshop. Die staat overigens nog niet op mijn kanaal. Mocht het wel op mijn kanaal staan, ja, dan heb ik dat goed gedaan in de tussentijd dat jullie deze video zien. Maar het is in ieder geval een mooie onderlaag. De helm niet, die zal ik niet dragen. Maar de onderlaag is wel echt awesome. Dus nou ja, cool. Wat ik dus ook ga doen, ik zal de helm geven aan Dogmeat, zodat die in ieder geval de helm bij zich draagt. Dit is hem dus zonder helm. Ziet fucking awesome uit trouwens. En wat ik dan dus doe, is ik maak nu helemaal mijn eigen ding ervan. En dit is hoe ik er dan vervolgens uitzie. Kijk, dit is dus wel mijn speelstijl. Hier hou ik van. Mooie onderlaag, leren armen eroverheen in compleet zwart. Het ziet er echt veel te awesome uit. Dus ik ben blij dat ik er inmiddels zo uitzie. Ik zie er echt als een badass uit en dat is cool. Want er komt binnenkort nog mod support en het kan alleen maar awesomer worden. Dus dit is in ieder geval dope. Ja, en ik ben er ook wel echt blij mee. Dus, cool dat dit in ieder geval is gedaan. Ik zal jullie updaten over de volgende aflevering. Wat we in ieder geval allemaal gaan doen en waar we mee aan de slag gaan. Ik heb hier in ieder geval een coole kist nu staan. En Dogmeat is ook weer leeg qua inventory. Ik ben redelijk leeg qua inventory. Als je ziet wat mijn carry weight is en wat ik nu bij me draag, dan is dat echt wel redelijk goed. Het enige wat ik nu heb is een verslaving aan buff-out. Dus we gaan even een edictol gebruiken. Dan mis... Zo, nou zijn al mijn verslavingen weg. Prima, daar heb ik er gelukkig nog twee van. Mocht je daar tekort van hebben, kan altijd naar een dokter gaan en er extra kopen. En dan zal ik jullie op de kaart laten zien. Dit is de settlement die we langzaam in Far Harbor gaan opbouwen. De volgende quest hoort dus bij de questline. Ik ga het jullie laten zien. Best Left Forgotten. Dima, de Synth-robot van Far Harbor. Daar hebben we de memories van in ieder geval bemachtigd door die soort van Minecraft puzzelachtige dingen. 5 memories gekregen, we hebben 5 locaties op de kaart en het is aan ons om te kiezen wat we gaan doen. Maken we Far Harbor kapot? Maken we de Sins kapot? Maken we de Children of Adam kapot? Nou, voor mij, jullie kennen hem wat langer dan vandaag, is dat vrij duidelijk. We maken de Children of Adam natuurlijk kapot. En dat gaan we dus doen in de aankomende part door de questline op de goede manier uit te voeren. Nou, mochten jullie daar zin in hebben, dan lijkt het me mooi, want dat gaan we natuurlijk de volgende aflevering doen. Ik zelf heb er wel pittig wat zin in.
Ik ben blij dat ik er zo cool uitzie nu. Ik heb een awesome wapen gecreëerd deze aflevering. Ik zie er uiteindelijk nu qua outfit ook echt geweldig uit. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ja, ik hoop gewoon dat jullie genieten van deze aflevering. En dat ook gaan doen van de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. Show de support door een like achter te laten. En tot de volgende, jongens. Later.